mensen, welkom terug. Zoals je weet ben ik back. Ik ben eergisteren op Call of Duty live geweest. Het is al 14 keer bekeken. Ook om de omtrent de goede gameplay dat ik geplaatst heb. Dus wat gaan we doen vandaag? Ik ben nu onderweg naar Alex om samen bij hem kleren te gaan kiezen in de winkel. Even ideetjes nodig. En we gaan een leuke namiddag maken. Ook al is het vuil weer, mensen. Daar houden we ons niet tegen om naar de winkel te gaan en zo. En ook ja, nou ondertussen een beetje op het gemakje en een Red Bull drinken. Nee, het was even nodig dat ik even tijd nam. Ik heb 3 weken binnen gezeten ook. Ook mentaal heel zwaar heb gehad. En bij deze neem ik jullie mee vandaag op een nieuwe dag, nieuw vlogje. Dus het is gewoon om te zien hoe dat loopt vandaag. Ik ben ja sowieso ben ik ook al even afwezig geweest. Maar ik ga je daar meer uitleg over geven binnenkort. Waarom dat ik afwezig ben geweest en even tijd nodig had. Maar dat wil niet zeggen dat ik jullie laat vallen. En maar mensen, kijk ze. Ik ben nu aan de bus. Ik ga nu kijken hoe laat ik de bus heb. En dan gaan we op onze maxke richting Alex. Dus ik zie je later. Hey wat mensen, welkom terug. Zoals je ziet ben ik nu thuis. En heb ik op mijn gemakje samen met met Alex. En heb ik met mijn Femke afgesproken. Ja, we hadden op ons gemak rustig een leuk moment meegemaakt. We hebben geweest te shoppen. Ja, ik heb niets gekocht zoals je ziet. Ik heb ook wat foto's gemaakt en we hebben er een leuk moment van gemaakt. Omdat we ook Alex een beetje moeilijk met zichzelf. En ik heb het niet gefilmd omdat uit respect voor Alex, omdat hij mij ook gevraagd had. En we hebben er een leuk moment van gemaakt. Even een beetje genoten. En we hebben er we hebben er een leuk moment van gehad. We hebben een beetje gechilled ook. En dat is wel belangrijk. Dat nu ook met moeilijke momenten. Ik heb zelf ook moeilijk gehad de 3 weken daarvoor. En dan hebben we op ons gemak gewoon shoppen, winkelen, praten. En de rustige namiddag gehad. Straks ga ik live gaan. Waarschijnlijk speel ik Dirt of wel Call of Duty. Dag. En we hebben een rustige namiddag gehad. Dus mensen, we hebben voor vandaag gaan we dan een beetje afsluiten. Maar ik ga jullie morgen jullie mee naar BC Manga Gamers. We hebben afgesproken in de stad. We gaan een pastaatje eten. En we gaan ook wat dingen bespreken voor de toekomst. Want er zijn nog leuke dingen op de planning. Het wordt sowieso een leuk moment. We gaan het morgen ook meer details geven. En we gaan er echt een top moment van maken. Dus mensen, ik zie jullie morgen.